doe het nou maar. Het gaat knallen. Het lijkt erop dat iemand veel te veel brownies heeft gegeten. Dat is het. Geen snacks meer in het paleis. Je gaat niet naar binnen. Wat? Nieuwe regels. Ik ben eigenlijk een prins. Hoe durf je? Ik zal een klacht indienen. Echt niet. Hoe moet ik nu leven zonder snoepjes? Wat is er nu weer aan de hand? Ze willen ons niet binnenlaten. Eén woord. Kijk eens naar dit horloge. Het is gelukt. Ga naar binnen. Freeze. Wat als... Stop met lachen. Ik hou jullie in de gaten. Hey, peetkinderen. Ik heb een plan. Graag gedaan. Ja, frisdrank. Ga ervoor. Hallo, we wilden de baby een rondleiding geven. Fijn, mag ik haar vasthouden? Dat zagen we niet aankomen. Oeps, hoe durf je? Pak aan, bam! Hey, majesteit, royals zijn niet geschikt voor dit soort dingen. Aan de andere kant, ik heb net een geweldig plan bedacht. Ik zal wat magie opsparen en het nog eens proberen. Nou en, je hebt me gewoon veranderd en dat is het. Briljant plan. Hier, kijk. Dat is gewoon belachelijk. Ik lijk precies op de koninginmoeder. Niemand geeft om diamanten. Lollies zijn wat ik nodig heb. Majesteit, kom binnen. Wie in de wereld is dat? Een bedrieger? Ik ben de echte koningin. Dit is schandalig. Bewaker, laat haar arresteren. Hey, iedereen, help. Reageer hieronder wie van hen de echte koningin is. Ik kom er zelf niet uit. De eerste of de tweede? Hoe durf je mij in twijfel te trekken? Eraf met je hoofd. Magische pollen zullen de dag redden. Uh-oh. Jij, Grietel. Kinderen zijn zo lief. Stop, rustig aan. We hebben geen snoep. Oké, laten we kijken of het waar is. Geen twijfel mogelijk. Er is absoluut niets. Daar heb je het. Je zei dat het zou lukken. Goed zo. We moeten vertrekken. Dag. Het koninkrijk krijgt vandaag te maken met sterke onweersbuien. Iedereen dekking zoeken. Zo te zien is de tweeling volledig voorbereid om deze keer snoep mee te smokkelen. Heb je daar ook aan gedacht? We hebben selfies nodig. Lachen! Ah, nee, alsjeblieft. Zorg dat ze weggaan. Ik zal zo lief en aardig zijn. Oh, ik kan nauwelijks nog lachen. Laten we hier weggaan. Wat? Zijn de demonen weg? Oeh, gelukkig maar. Leo, Leo, kijk. Laten we tatoeages nemen. Ik ga eerst. Ik niet. Kom op. Geef het me, nu. Ben je gek? De koningin hakt mijn hoofd eraf. Zijn ze echt? Rustig aan. Chocolade. Mijn beurt. Kom op, Leo. Laten we het helemaal volmaken. Alsjeblieft. Is het niet prachtig? Wauw, moet je proberen. Vingerlikken. Yo, hoi. Wauw, laten we feesten.
Zelfs onze tatoeages zijn hetzelfde. Oef, ik kan het om een of andere reden niet meer. Ik ben ook kapot. High five, zus. Hey, wat is dit? Nutella. Kijk, Kanye West is geannuleerd. Helemaal. Rennen. Gaat het open? Eens kijken. We moeten de snacks daar verstoppen. Pak er meer van. Kijk eens wat ik kan doen. Oeps. Klaar. Vooruit. Kom op. Laten we het voor mama als een cadeau. Stop. Het is een Fabergé-ei voor de koningin. Oh, zwaar. Het is goud. Niet zo hard schudden. Wat? Oplichters. De vee heeft ons gered. Niemand mag mijn betekinderen pijn doen. Hé daar, kom binnen. De kust is veilig. Oh, daar schrok ik van. We hebben een watermeloen voor de koningin. Hij is rijp. Moeten wij hem snijden? Wacht even. Je krijgt hem niet. Bam. Kijk eens. Ik heb het al hier gehad met jou. Tadaa. Een hele taart. Wauw. Waar snijden we hem mee aan? Geen idee. Ik weet het. Doe gewoon. Kia. Kia. Stop. Phew. We kunnen een bijl lenen van de bewaker. Pakken hem door en geven hem meteen terug. Laten we het doen. Hard trekken en rennen. Ze zijn terug. Ja. Val aan. Zij is het. Ga in de schuilkelder. Aanvallen. Pak aan. Hallo. De nieuwe jurk is zo ongemakkelijk. Laat eens zien wat er is. Wat? Er moet iets met de bril zijn. Ben je klaar? Ik heb niets bij me. Stop! Niet doen! Wilde je het serieus verbergen? Ach, wat dan ook. Ik ga weg. Mam. Mama. Ze blijft ons pesten. Hoe durft ze? Ik zal je vernietigen. Nee, nee. Alsjeblieft. Heb medelijden met me. Ik smeek je. Ik ridder je. En onderscheid je met de meest eervolle orde van het koninkrijk. Heel erg bedankt. Ik ben slanker geworden. De jurk past. Je mag weer snoepen. We verkopen de koninklijke schatkist. Kom erop. Kortingsdag. Een tiara met 50% korting. Oeh, deze tiara is echt iets anders. Ik geef je 50 cent. Geef hem het aan mij. Hij is van mij. Oh nee, nu zijn we plat zak. Ik ben hier. Auw, vreselijke landing. Schat, ik ben hier. Laten we naar huis gaan. Mam, wie is die freak? Ken je hem? Ja, dit is de koning van de elfen, je vader. Pardon, de tiara is niet te koop. Hier is je 50 cent. Ik ben weer koningin. Wat is er, schat? We zijn het paleis uitgezet. Maar ik word weer koningin. Wacht
Wacht op mij! Nee, ik zal weer het enige koninklijke kind in de familie zijn. Wacht even, en ik dan? Je hebt me achtergelaten. Wat moet ik doen? Oh! Nou, laten we eens kijken of alle waardevolle spullen op hun plaats staan. Panzer, hier. Troon, oké, neem het mee naar boven. Tiara, geweldig. Zet maar op de hoedenplank. Kronen zijn echt mijn ding. Leo, ik pak mijn tiara. En jij roept Kaya. Kaya, kom binnen, liefje. Oeh, dit is ons familie Fabergé-ei. Neem het mee naar boven. Leo, waar ben je? Hier, mama. Ga maar, schatje. Het voelt zo goed om weer thuis te zijn. Ik wil ook naar huis. Huh? Laat me vrij. Wat is dat voor geluid? Je hoort gewoon dingen. Oh, ik heb een idee. Ik ben een koninklijke wachter. Stop, uwe majesteit. Er staat een verdacht persoon bij de ingang. Mijn schattige elfje. Nee, wat pudding, zoon. Hier komt het vliegtuig. Elfantum. Je oren zijn niet dezelfde als die van je vader. Mam, doe iets. Pap, haal de oren eraf. Houden jullie van elfen? Laat het hieronder weten. Niet grappig. Oh, de beveiliging roept me. Shh, ja, ik kom er zo aan. Ik zeg het je, ik ben een koninklijke bewaker. Uwe majesteit, er is een bedrieger. Ik ben geen bedrieger, ik ben prinses Kaya. Hier, kijk naar de foto. Deze bedrieger heeft een moedervlek. De prinses heeft het niet. Laat haar niet binnen. Huh? Nee, hoe oneerlijk is dat? We moeten iets bedenken om Kaya te vervangen. Hier is een idee. Ga liggen, Kaya. En we bedekken je met een deken. Kiddo's, waarom slapen jullie nog steeds? Word wakker. Het ontbijt is klaar. Oh, mam. Kijk, er is een artikel over koninklijke trends. Lees het. Wat? Zijn de pruiken weer in de mode? Dat is interessant. Alsjeblieft. Het mist nog steeds iets. Dat klopt. Hoofden. Het zal werken. Oh, laat me met rust. Je hebt zeker ogen nodig, Kaya. Nu kan je zien dat dit prinses Kaya is. Oeps, het hoofd is geknald. Wat is dit? Leo, hoe durf je? Schat, doe er iets aan. We moeten de vermiste prinses vinden. Wacht, dat ben ik. Ze proberen mij te vinden. Eindelijk. Ik moet mijn haar goed doen, anders herkent niemand me. Prachtig. Kijk, ik ben het. Ik ben tevoorschijn gekomen. Kom op. Huh? Wat is dit? Mijn selfie is helemaal verkeerd. Ik ben het. Kijk, ik ben hier. Veilig en wel. Wie wil er $1 miljoen? Kom op. Geef me wat aandacht. Ik ben het. Hé, blijf met je gezicht uit de buurt. Shoo. Oeps, mijn poster. Is dat niet? Ja, ja, dat ben ik. Er zit een slang. Op jou. Jij elf. Schat, kun je dit serieus nemen? We doen audities voor prinses Kaya. Wie denk je dat er meer op haar lijkt? De eerste of de derde? Geen idee. Ze lijken allemaal op elkaar. Hé, jullie, wie van deze meisjes lijkt meer op prinses Kaya? Probeer het eens, schatje. Ik herinner me dat Kaya's vingers uitstaken. Nee, zij is het niet. Volgende. Hier, neem een toetje. Zo lekker. Nee, Kaya gebruikte nooit bestek.
mijn kaya was een slordig varken. Jij bent daar niet. Dag. Deze wereld zit vol bedriegers, schat. Geef toe. Je bent geen prinses. Goed, je hebt gewonnen. Niet zo slecht. Ik ben het, de enige echte Kaya. Genoeg. Jullie zijn allemaal bedriegers. Je breekt alleen maar de harten van mijn ouders, bedrieger. Wacht, ik heb een familiehanger. Ik ben de echte Kaya, zie je wel? Oh ja, schat, zij is het echt. Ik ben zo blij. De hele koninklijke familie is er nu. Schatje, mijn kleine meid. Eet je ijsje op, schatje. Hier komt het vliegtuig. Mam, waar is mijn ijsje? Wil je ook wat? Niet meer. Hier is een cadeautje voor je. Wauw, pap. Het is koninklijk schaken. Geweldig. Laten we spelen. Dit is mijn set. 1 en 2. Oké, in dat geval neem ik deze stukken. Dit ben jij toen je een baby was. En dit is je broer. Wat is dit? Kom op, pap. Dat drink ik niet. Zoon, dit koninkrijk zal op een dag van jou zijn. Hey daar, het koninkrijk zal ook van mij zijn. Wat? Pap? Mam? Doe er iets aan. Wat? Kaya heeft een wilde verbeelding. Een creatieve heerser is precies wat ons koninkrijk nodig heeft. Schatje, we vertrekken naar de koninklijke conferentie. Jij hebt nu de leiding. Hier is je takenlijst voor vandaag. Hou een oogje op je zusje. Doei. Zusje, vandaag is je geluksdag. Hier is je to-do-lijst. Begin er maar aan. Ik ben boven. Is dat alles voor mij? Oké. Oh, ik ben uitgeput. Hey daar, ik ben je tovervee. Wil je naar het bal? Huh? Ik was net aan het schoonmaken. Ik wilde je alleen maar helpen. Je staat op het punt om wat. Geweldig. Mam, pap, ik ben klaar met de lijst. Goed zo, jongen. Je bent zo'n betrouwbare zoon. Een echte prins. We hebben duidelijk hulp nodig. VP-tante, hier ben ik. Mijn kinderen moeten zich klaarmaken voor de kroning. Oké, maak dat je wegkomt. Nu heb ik hier de leiding, kinderen. Les 1 is hoe je moet buigen. Leo? Dat is een nachtmerrie. Kaya, ga je gang. Wauw, het is verbazingwekkend. Wow. Wat? Hoe kon dat? La 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 la. Oeh, vers afval. Hoe raap ik het op? Voorzichtig. Oeh, ik ben schoonheid. Ik ben genade. We moeten het volkslied van ons koninkrijk leren spelen. Goed gedaan, Kaya. Je bent zo getalenteerd. Ik hou van poppits. Mijn briljante leerling. Wiskundeles. Wat is de oplossing van deze vergelijking? Ik denk dat ik dit eerder heb gedaan. Is dat brood? Ik had het eerst. De vuilnisbak is echter van mij. Geef het terug. Dat doe ik niet. Wacht. Laat me even nadenken. Aangezien we met z'n tweeën zijn, 1 brood en we kunnen het delen, dan krijgt ieder de helft van het brood. Bon appétit, vriend. Ik weet het antwoord. Het is 10. Hoe weet zij dit allemaal? Goed gedaan, Kaya. Je bent een briljante leerling. En jij bent een vreselijke student, Leo. Het is de kroningsdag. Kaya, stop met nagelbijten. Nou, het lot wordt vanavond beslist. Oh, zachte landing. Waar zijn je manieren?
Oh, mijn troon is zo comfortabel. Moet ik nu iets doen? Niemand waardeert mij. Wie wordt de volgende erfgenaam? Wie krijgt de kroon? Kaya of Leo? De spanning maakt me kapot. Wie krijgt deze kroon? De sfeer is zo gespannen. Het gaat naar... Mam, wat is er gebeurd? Oeh, kijk eens wat ik gevonden heb. Ze zijn zo gegroeid. De tijd vliegt. Oh, dat is ongelofelijk. In een modern koninkrijk is Hare Majesteit bevallen van twee prachtige baby's. Ieder van jullie krijgt een koninklijke hanger. Samen zijn we één gelukkige koninklijke familie. Mama houdt van jullie. Ga slapen, mijn prins en prinses. Auw, ik kan echt niet tegen hekken. Hier is de koningin. Huh? De juwelen zijn onbereikbaar. Hmm. In dat geval pak ik de volgende kostbaarste koninklijke schat. De prinses. Oh, een wonder. Het universum heeft mijn gebeden gehoord. Het heeft mijn baby gegeven. Wat? Waar is mijn dochter? Wakker worden, jonge prins. Het is middag. Wakker worden, Leo. Ik heb ontbijt op bed voor je. Huh? Wat? Meer suiker en lactose? Bah! Hier is geld. Koop elk ontbijt dat je wilt. Dankjewel, mam. Kom naar mijn garage sale. Oh, waar heb je een hekel aan? Het is DIY. Oeh, uwe majesteit. Bent u ergens dol op? Eeuw. Waar heb je die hanger vandaan, meisje? Geen idee. Ik heb hem al sinds mijn geboorte. Het is van mijn biologische moeder die ik nooit heb gezien. Mijn dochter, ik heb je gevonden. Bedankt, maar nee. Sorry. Deze hanger is deel van onze verenigde familie. Ik ben je biologische moeder. Je werd ontvoerd uit je wieg. Maar nu ben je terug. Mijn prinses. We zijn eindelijk weer samen. Laten we gaan. Wacht even. Ik moet mijn spullen inpakken. Oké, ik ben er klaar voor. Laten we gaan. Hier is ons kasteel. Maar laten we eerst de schoenen opruimen. Onze vloer is prijzig. Je schoenen moeten altijd schoon zijn. Mamma mia, is dat vuil in plaats van schoenen? Dat kost een hele dag werk. Heb je een grotere borstel nodig? Nou, laten we maar beginnen. Helemaal klaar. Ik heb mijn best gedaan. Zoon, kijk eens wie hier is. Het is je zus. Wat? Broer, ze stinkt. Doe niet zo pietluttig, Leo. Het is een familiereunie. Knuffel je zus. Goed, mam. Een broer hebben was mijn levenslange droom. Dochter, dit is jouw badkamer. Je kunt je hier wassen en optutten. Wat? Moet ik hierin? Oeh, het is glad. Dit wordt lastiger dan ik had verwacht. Goed, ik zal je een handje helpen. Geurkaarsen voor een vredige sfeer. Ah, wat is dit? Is het gevaarlijk? Zal het me niet raken? En dit is jouw slaapkamer. Doe je mond dicht, schatje. Je bent tenslotte een prinses. Hier is je telefoon voor als je iets nodig hebt. Wat? Hoe werkt dat? Bediende, ik ben er. Zorg voor de prinses. Oh, je bent zo mooi. Ik kan het niet aan. Kijk naar jezelf in de spiegel.
Nu ben je een echte prinses. Dat ben ik niet. Wat? Ben ik het? Echt niet. Wat? Ik zie er schattig uit. Zo zag je eruit toen je een baby was. Neem plaats aan tafel, kinderen. Laten we lunchen. Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Eet smakelijk. Waar is dit voor? Een minispiegel? Het is een lepel. Ach, maakt niet uit. Ze is gek. Ik eet met mijn handen. Zoals ik het gewend ben. Liefje? Oké, dan. Het smaakt zo goed. Kom op, Leo. Doe je mee of niet? We zijn een familie en we moeten elkaar steunen. Moet ik mijn pap met mijn handen eten? Dat is smerig. Al mijn kinderen helemaal perfect. Lieverd, wat ben je aan het doen? Nee, schat. Prinsessen wassen hun kleren niet in het zwembad. Ik kwam een slak tegen. Zus, wil je mijn zondagse kleren wassen als je toch bezig bent? Bedankt. Dat is een no-go. Laat de was maar zitten. Prinsessen gedragen zich niet zo. Je hoeft je spullen niet in een zwembad te wassen. Kom mee. Laat je oor met rust, Kaya. Miss Grace, wilt u Kaya leren zich te gedragen als een echte prinses? Zeer zeker, uw majesteit. Hallo, Kaya. Doe alles wat ze beveelt. Laten we beginnen met je houding. Zet boeken op je hoofd en loop. Daar is mijn nek nog niet klaar voor. Laten we gaan, prinses. Kom op. Oeps. Oh, ik noem het een quasi-modo walk. Schouders naar achteren. Beweeg je heupen. Oké, heb eens. Auw, mijn dij ligt op de grond. Bravo, prinses Kaya. U bent niet gevallen. U heeft het gehaald. Mag ik de badkamer gebruiken? Oeh, ik ben een briljante lerares. Ze doet het fantastisch. Nee, er is maar één manier. Geen onnodige bewegingen. Geen gepraat. Kijk maar aan. En maak een buiging. Ze is hopeloos. Ik stop ermee. Mijn verjaardag. Eindelijk. Maar het is ook de verjaardag van mijn zus. Het is oneerlijk. Ik heb een auto als cadeau. En mijn zus krijgt de olifant. Verrassing. Oeps. Fijne verjaardag, mijn lieve kinderen. Leo, heb je de cadeaus verwisseld? Ik heb nog nooit zo'n feest gehad. Een olifant. Mijn wens is uitgekomen. Een echte schattige olifant is altijd al een droom van mij geweest. Geen kartonnen knipsel. Zo naïef. Wie heeft er in vredesnaam een olifant nodig? Wat heb ik gekregen? Wauw, een zieke nieuwe auto. Wat? Dus dat is mijn auto? Lieverd, hier is je cadeau. Deze olifant is nu van jou. Jahoe, het is een echte olifant en geen schilderij. Dus dat is wat een koninklijk cadeau betekent. Wauw, een echte olifant. Wauw, mijn nieuwe wagen. Het kan me niet schelen dat het roze is. Hij is snel en krachtig. Wauw. En hij start niet. Wat? Waarom start hij niet? Kaya? Ik zit op een olifant, loser. Dus wie heeft er nu geluk? Lieverd. Draaien. Nee, je oude kleren zijn niet helemaal goed. Je bent wanhopig op zoek naar een nieuwe garderobe. Wauw, zoveel geld. Mama, ik heb ook geld nodig voor kleren. Je pak is gloednieuw. Kijk, er steekt een draadje uit. Zo kan ik niet rondlopen. Prima, ga je gang. Dank je wel. Dat is pure verduistering. Het is een fortuin. Is er een kledingwinkel in de buurt? Oh, een goedgelovige prinses. Mijn klant. Wacht even.
Geef het aan mij. Ik kan er niet bij. Auw! Op hakken lopen voelt raar. Is al dit geld eigenlijk wel van mij? Ik koop een nieuwe jurk voor mezelf. Wow, kleren zijn zo prijzig. Hallo, zoek je een nieuwe jurk? Kost het 100.000? Yes. Wauw, vertel me hoeveel deze kost. Dit gordijn, $100. Ik neem het, geweldig. Hier, mama zal mijn koninklijk gewaad geweldig vinden. Ik heb geld nodig voor eten. Alsjeblieft, arme schat. Het betekent de wereld voor me. Hou je taai. Wauw. Hallo, zus. Heb je al besloten wat je draagt naar de koninklijke receptie? Ik heb een heleboel outfits voor je. Waar ga je voor? Trek een kaart. Dit? Weet je het zeker? Zo kleden royals zich. Oké. Jullie gaan mijn dochter bijna zien, prinses Kaya. Schat, wat heb je aan? Ik wist dat je me voor de gek hield, Leo. Rustig aan. Hier, trek dit aan. Beter? Moet je haar zien? Ziet eruit als een grap. Ik ben totaal vernederd. Stop met lachen. Schat, prins, je bent hilarisch. Sorry, ik moet naar mijn familie toe. Ik hoor er niet bij. Schat, stop met snikken. Kijk, ik ben gekleed zoals jij. En niemand zal de koningin durven uit te lachen. Ik hou zoveel van je. En ik hou van jou. We zijn toch een familie? Wapenstilstand? Wat een geweldige familiedag. Stop. Volgens de eeuwenoude tradities die in ons koninkrijk zijn vastgelegd, heeft de koninklijke familie geen recht om zich zo te gedragen. Vanaf nu wordt jullie de titel ontnomen en alle koninklijke privileges. Nee, hoe durf je? Ik dien een klacht in bij de Koninklijke Bond. Rustig, kinderen. We komen er wel uit. We zijn uit het koninkrijk geschopt.